Hello. Nicky Greer. Yeah. Driving around. Tell us where utanför. To the north. That way. Go to utanför. Bye. Nou, goed, beste abonnees en beste kijkers. Het is ongeveer 9:00 in de morgen, 9:30 denk ik. Onderweg naar de Noordkaap. Nou, ik had nu net even uitgecheckt. Net even uitgecheckt bij de receptie. Ik luister naar de navigatie. Ik heb goed geslapen. Het enige wat me opviel is dat het ontzettend lang licht blijft. Goed, dat is hoe noordelijker je komt, vooral in de zomer, is dat ook zo. De midzomernachten. Nou, vandaag ga ik kilometers maken. Dat is de bedoeling. Ik wil nog een beetje doorrijden. Het is heerlijk weer. Ik vond wel redelijk wat bed, maar het is wel een aangename temperatuur. Ik zal eens even kijken. 20 graden al, dus. Nou ja, wat ik gisteren ook al zei, de camping is gewoon eenvoudig van opzet. Maar goed, alle voorzieningen zijn er. Een supermarkt in de buurt. Mooie uitvalsbasis. Het is hier 40. Ik had even meer de geluid gecheckt van mijn helpcamera. Tenminste de Wireless Pro. Gisteren. Maar ik ben nog niet helemaal te spreken over het geluid. Zo, E4 moet erop. Nou, daar gaan we. Gisteren nog even de ketting gesmeerd. De koppelingen zijn al een beetje ontlucht. Dat schijnt ook een kwaal te zijn bij de Multistrada.
even brandstof tanken. '98. Nou, kijken. Nou, of een beetje geluid goed is. Nou, ik sta hier aan een meertje. Ik heb net even brandstof getankt. Nou, de rit gaat voortreffelijk. Ik probeer inderdaad wel kilometers te maken. Koffie erbij trouwens. En een French hotdog met mosterd. Die smaken heerlijk hier zo. Het zijn behoorlijke afstanden hier. Maar goed, ik wil vandaag, wat ik al zei, kilometers maken. Wel een druk bezocht plekje hier. Er zit een restaurant verderop daar. Een beetje zie. Ik hoop dat je het kunt zien, een beetje neer. Maar goed, ik laat nog wel een ander filmpje zien. Nou ja, ik had mijn broodje natuurlijk hier weer op de stoep even liggen. Ja, direct weer die meeuwen erbij, hè. Dat is van de week, dat ging er ook al mis. Dan was ik ook al een broodje kwijt. En nu bijna weer. Tijdens het rijden vernam ik wel dat het redelijk fris werd. Het zo hier is wel lekker. Maar 18, 19. Tijdens het rijden is het 16 graden. Dus ik doe straks wel even een thermoshirt aan. Het is niet zo dat ik een superkoude heb, maar het is gewoon frisjes. Dus gewoon even een beetje voorzorgsmaatregel. En ik mag ook niet met een volle mond praten, zijn ze wel eens. Goed, wat ik al zei, ik laat straks wel even mijn filmpje nog even zien. Van dat meertje. Ja, schitterende omgeving. Ik ben echt mooie plekjes tegengekomen. Maar hoor, ik kan natuurlijk niet alles gaan filmen, want je rijdt heel veel door het bos. En dan kom je af en toe een mooi plekje tegen waar je dan uitkijkt hebt op een meer of een riviertje. Ja, er zijn nog zoveel dagen dat ik moet filmen. En je kan ook niet overal stil blijven staan. Dat heeft ook geen zin. Op een gegeven moment moet je gewoon door, want het land is zo groot. Dus voordat ik bij de Noordkaap ben, dan ben ik nog wel hier een aantal kilometers verder. Dus ik zie jullie straks weer onderweg. Hoi hè. Goed, ik ben nu bij een benzinestation aangekomen. Even brandstof getankt, wat ik net al zei. Misschien is zo'n station is gelegen aan een prachtig meertje. Ik wil een kleine opname maken van het meer. Het is heerlijk weer. Graad of 18 denk ik. Dat zag ik volgens mij net. Maar goed, daar is rechts, dan heb je daar het benzinestation, plus nog wat shop. Een speeltuintje voor de kinderen. Netjes, mooi helder water. Beetje bruinig van kleur. Ik hoop dat het geluid een beetje goed is. Ja, schitterend. De omgeving wordt steeds mooier. Wat ruiger. Het is ook wel, zoals je ziet, wat grotere rotsblokken. Ik ben onderweg ook al hoor, gezien. Dus, prachtig. Nou goed, net even met dat Engels stel gesproken. Die komen van de Noordkaap, die gaan weer zuidwaarts. Ze zijn via Engeland richting Noorwegen met de boot gevaren. En
Ja, ze moesten alles wel, zeg maar, ze hebben maar 2 weken, dus ze zijn ook alweer terug op naar huis. Dus ze hebben alles, in 5 dagen waren ze op de Noordkaap. 10, 12 uur op een dag rijden. Dat is best wel veel. Ik heb iets meer tijd, gelukkig. Leuk stel, leuk gesprek gehad. Dus, maar goed, ze zeiden wel, Noordkaap is gewoon slecht. Finland was slecht en... hoe heet dat? Noorwegen was ook slecht. Maar goed, de voorspellingen worden nu wat beter, volgens de weerberichten. Maar goed, we gaan het zien. Ik zal eerst even mijn waterzak weer overdoen. Vergeet ik niet een keer. Dus ja, het weer hebben we niet in de hand. Wat ik al eerder zei, ik heb genoeg kleding mee, warme kleding, regenkleding, dus ja, we gaan het zien. Ik ga gewoon weer ik ga nu weer kilometers maken. En dan zie ik wel waar ik vandaag uitkom. Ik zal de navigatie ook nog even aan doen. Dat schiet ook wel op. Dat is altijd zo handig. Goed, we gaan. En dan zie ik wel waar het uiteindelijk stopt. Kijk eens, het is prachtig wat leertjes. Echt genieten dit, heerlijk. Ja, en ook nog perfect weer erbij, dus wat wil je dan meer? De ene meer dan de andere meer. Prachtig. Eens kijken, die mooie Zweedse huisjes daar. Ik hoop dat het op de camera te zien is. Ik moet ook wel een beetje mijn ogen op de weg houden. Schitterend. Maar wat me ook opvalt zijn al die vliegtuigen die hier in Zweden zo aan de kant van de straat ziet. Vanuit Denemarken zag ik er ook wel heel veel staan. Hier is het niet zoveel, maar toch af en toe kon je ze nog tegen. Nou, wat daar het doel van is, ik heb geen idee. Maar wel bijzonder, wel mooi om te zien. Even een benzinestation opgezocht. Ik wil zo nog even een kleine pauze houden en dan kijken waar ik ga stoppen vandaag. Het was net, ik heb geen idee meer hoe laat het was. Eens kijken.
toen bijna 1:30. Dus we gaan zien. Ik ga eerst denken. Tot later. Ik ben even benzine getankt. Ik heb intussen inmiddels ook een camping opgezocht. Kijken of ze nog zo'n huisje hebben, zo'n stoekar, cabin. Het hoeft helemaal niet zo luxe te zijn als we gewoon een beetje huisjes. Kijk, dat gaat goed, ja. Dus, volgens de online booking hebben ze nog vrij. Goed, we gaan het zien. Het is nog ongeveer een 64, 70 kilometer. Het is nog een paar kilometer tot de camping. Ik denk dat die daar ergens moet liggen bij het water. Hernozand, hoe je het ook uitspreekt. Ja, ik was nogal iets eerder vertrokken. Ik ging voor vandaag wel even belletjes. Ik denk dat ik zo'n beetje 400 kilometer heb gereden, maar zeker weten doe ik het niet. Ik ben niet zoals die, dat Engels stel, 10 tot 12 uur op een dag reizen. Ik snap best dat dat tijd gebrengd is. Maar... man, dan blijf je geen mens onder. Dan kunnen ze zeggen, motorrijden is relaxed. Ja, zo. Ik heb er niet toe. Zo op zo snel, ja. Het is altijd... het is altijd een beetje oppassen. Het moet altijd wat scherp zijn, dus het kost gewoon energie. En dat, voor mij, ik heb ook tijd. Dus ik hoef niet binnen een paar weken weer terug te zijn. Komt bij mij niet bij 1 of 2 dagen aan. Dat is ook wel lekker. Toch heeft de camera weer aan. Het is wel een bijzonder gebouw. Dat is wel leuk. Het is een redelijk groot stadje. Leuk stadje. Ik moet nog 21 kilometer voordat ik er ben. Oké. Ik dacht dat het wel was. Nou ja, dan gaan we nog even door. Het is wel een leuk stadje, want ik zag wel een heel oud historisch centrum. Daar aan het water achter mij. Goed, ik dacht inderdaad dat ik daar al was, maar 21 kilometer. Nou, dan kom ik ook wel naar 400 kilometer vandaag. Dat is ook wel meer.
Heel lekker opgeschoten. Dus prima. Dat was mijn doel ook voor vandaag. Ja, het is ook een hele hoge brug daar. Maar goed. Ik weet niet of we er vandaag over komen of morgen. Morgen. Ik vind dat een bijzondere bomen, die kom ik al heel veel tegen hier. Ik heb niet even type bomen dus. Het wordt hier allemaal wel goed aangegeven. Hey, hallo beste abonnees, beste kijkers. Nou, zoals jullie zien zit ik hier in een prachtige omgeving. Achterbij een heel groot meer. Er is heel veel water nog op die kant. En die kant weet ik eigenlijk niet zo precies. Ja, de omgeving is echt schitterend hier. Dus ik sta hier op een camping. Die zit op die kant van mij. En ik heb daar een huisje geboekt. Het is gewoon een soort blokhutje. Volgens mij noemen ze het een Zweedse stuga. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben nu ergens halverwege Zweden. Ik heb 420, 30 kilometer gereden vandaag. Ik heb niet helemaal scherp. Hoe dit plaatsje heet, ik heb geen idee. Ik weet dat daar ergens een hele grote brug is. Nou, misschien dat ik die morgen nog even op de camera krijg. Wat ik al zei, ik weet niet hoe het plaatje heet, maar dan zet ik dat eventueel hier nog onder. Als ik het kan vinden, denk het wel hoor. Ja, ik zei ja, voor vandaag heerlijk gereden. Jullie hebben de beelden gezien. En de beelden laten nog niet alles zien wat ik heb gezien onderweg. Want ja, ik kon niet. Mijn doel voor vandaag was om zoveel mogelijk kilometers te draaien. Dus
Je hebt ook minder pauze. Hè? Je hebt minder tijd om dingen te bekijken. Dus, maar ik kwam heel veel mooie plekjes tegen, hoor. Die, ja, het is sowieso heel veel bos, maar dan heb je van die open plekken waar een riviertje stroomt of in een andere meertje of een beekje is. Dat is gewoon schitterend. En naarmate ik noordelijker ga, dan wordt het alleen maar wat heuvelachtiger, wat wilder. Veel meer gesteente. Dus, de omgeving is echt schitterend. Ik zeg, ja, voor mij is dit de eerste keer in Zweden, maar wel mooi om te zien. Nou, ik had net al even gegeten. Het restaurant was gesloten. Dus het restaurant op die kant, die was gesloten voor vandaag. Morgen wel. Maar goed, ik heb sowieso eten mee. Voor noodgevallen. En anderzijds zijn die supermarkten genoeg aan de kant van de snelweg. Dus dat is geen enkel probleem. Eten is er altijd wat te krijgen. In het receptiegebouw van de camping, die dus daar zit. Die hebben ook wel enige dingetjes te koop, maar niet veel hoor. Ik heb vanmiddag wel even een blik bier gekocht. Dat was even lekker. Ook een Zweeds biertje of een Noors biertje, ik heb geen idee. Nou, ik heb al gegeten wat ik net zei en straks ga ik me nog even lekker douchen. Ik had vandaag wel wat problemen met de geluidsopnames van de GoPro. Dat heeft te maken met deze Wireless Pro. Dit is een zender. Ik heb hier nog een zender in mijn broekzak met een microfoon hier. En dan ontvangen ze het in dit geval nu op de iPhone. Of op mijn telefoon. Normaal heb ik die overdag op de helpcamera gemonteerd op de GoPro. Maar tijdens het uploaden van mijn video's van de GoPro naar de laptop bleek dat er bij een aantal opnames geen geluid zit. Waarschijnlijk is dus, en dat kwam ik dan waarschijnlijk niet, dat weet ik zeker, de transceiver, de ontvanger is leeg. En dat zou niet mogen, want die moeten mensen 13 uur mee kunnen volgens de beschrijving. Maar goed, dat moet ik nog verder uitzoeken. Gelukkig hebben deze zendertjes wel een mogelijkheid om geluid te bewaren. Dus ik heb altijd een backup. Alleen er wordt al gepuzzeld om ze straks onder de video's te krijgen. Misschien met een timecode, maar goed. Dat is een zorg voor later. Eerst maar genieten van een mooie omgeving hier. Nou, zoals je ziet, ik heb de drone mee. En ik zal na mijn verhaal ga ik jullie nog even wat dronebeelden laten zien van de omgeving hier. Nou, voor morgen inderdaad weer kilometers maken. Want het is nog, ik denk nog een 1200 kilometer naar de Noordkaap. Ik heb het niet helemaal scherp hoor. Dus en hopen dat het weer zo blijft. Vandaag was het echt al prachtig weer. Het begon eerst wel frisjes vanochtend, maar in de loop van de dag liep de temperatuur op naar 22, 23 graden. Dus daar is niks mis mee. Om te motorrijden helemaal perfect. Dus ik ga de drone oplaten en dan kunnen jullie nog even nagenieten van de omgeving hier. En dan zal ik zeggen, tot morgen, tot de volgende video. Doei hè.